de herinnering dat ik aan mijn papa heb tot aan mijn 9 jaar was in de gevangenis. Kimberly groeide op in een huis van angst en geweld, waar de drugsverslaving van haar ouders primeerde. Toen ze 2 jaar oud was, belandde haar vader door zijn criminele levensstijl in de gevangenis. Welkom bij Straffe Verhalen. Mijn mama was 17 toen dat ze mijn broer kreeg en trouwde met mijn papa. En 19 toen dat ze mij kreeg. Dus op 19-jarige leeftijd had ze al 2 kinderen. En dan 2 jaar later komt mijn papa terecht in de gevangenis. En ik kan mij inbeelden dat dat voor haar wel heel moeilijk was. En ze ging wel altijd heel trouw op bezoek. En daar heeft ze een vriendin leren kennen. Waarschijnlijk ook, als je aan het wachten bent, je legt ook wel contacten met elkaar. Want je bent samen aan het wachten om naar binnen te gaan. En ik kan mij inbeelden dat ze op die manier dan ook wel gesprekken krijgt met andere vrouwen die ook hun partner gaan bezoeken. En zij nam haar dan mee op stap. Want mijn moeder is nooit naar discotheken geweest, is nooit op die leeftijd in aanraking gekomen met drugs, ook al deed mijn papa dat wel. En dan ging ze met die vrouwen wel naar discotheken. En gingen wij als kind bij mijn oma. En mijn oma die vond dat natuurlijk leuk dat ze voor ons kon zorgen. En op die manier is mijn moeder zelf ook in aanraking gekomen met drugs in de discotheken. En achter een tijdje heeft zij daar iemand leren kennen, een man, en is een affaire begonnen met die man, terwijl mijn papa in de gevangenis zat. Ja, dat was een beetje het leven, dat er altijd een andere man was. En ook altijd van hetzelfde type. Het waren allemaal drugsverslaafden of drugshandelaars of toch wel uit het criminele milieu. En ik denk dat mijn mama ook gewoon op zoek ging naar die types om op die manier ook haar drugsverslaving te onderhouden. Kimberly kreeg verschillende stiefvaders. De ene erger dan de andere. Maar één man vergeet ze nooit. Ik kan me wel herinneren als kind dat ik bij mijn mama ging om te zeggen van, er heeft zich iets voorgedaan. En ja, haar reactie was dan om hem daarop aan te spreken natuurlijk. En dan weet ik dat de volgende dag, als ze dan terug wegging, nam hij heel grote flessen van 2 liter water die in de ijskast op diepvries zaten. En hij goot die dan over mij uit. Ja, is dat mishandeling? Is dat niet? Maar als kind is dat wel, heeft dat een enorme indruk op mij nagelaten. En dan zeker ook omdat mijn mama niet ingegrepen heeft of dat ze het niet geloofd heeft of ik weet het niet wat het precies was. En ik denk dat ik gewoon vanaf dat punt heel angstig was van, we worden alleen gelaten en we worden niet geloofd. En ja. Ja, er was ook niemand om ons te beschermen. En misschien is het dat ook wel wat dat zowel hij, maar andere mannen ook vrij spel gaf, weten dat mijn papa in de gevangenis zat. En mijn mama deed er niks aan of durfde er niks aan te doen. En voor de rest was er niemand. Dus dan kunnen die gewoon doen wat ze willen. Ik heb altijd het gevoel gehad dat mijn mama mij niet graag zag. De reden waarom dat ik het meeste kwaad was, is omdat wij nooit prioriteit waren in haar leven. Op de allereerste plaats kwamen de mannen en daarbij de drugs. En dan kwamen wij wel.
Het was eigenlijk zo dat in de gevangenis mijn papa nog altijd verslaafd was aan drugs. Elke nacht werd hij wakker met afkikverschijnselen en zou hij terug drugs gebruiken om gewoon verder te kunnen slapen. Toen is mijn oma in een katholieke kerk binnen geweest om te gaan bidden, omdat ze naar haar gevoel was dat wel haar laatste hoop van mijn papa. Als er iemand is die mijn papa kon helpen, dan was het God. Niet veel later kreeg hij een droom. En hij droomde dat hij op een donkere weg liep. En eigenlijk gewoon een straatweg met witte lijnen op de weg, zoals we die kennen. En het was donker en hij droomde dat hij op die witte lijn liep. En naast hem liep een man die de ganse nacht zei: wees niet bang, ik ben bij u. Wees niet bang, ik ben bij u. En hij werd 's ochtends wakker. En hij voelde dat het Jezus was die hij had gezien in zijn droom. En daarna besefte hij ook direct dat hij geen afkikverschijnsel heeft gehad. En hij was zo bang om dat terug te krijgen dat hij ook vanaf dat moment is gestopt met drugs. En daar heeft hij beslist om God te volgen en om zijn leven te keren en het anders te doen. En ik denk dat hij dan toch nog enkele jaren in de gevangenis heeft doorgebracht als een andere man. Als ik 12 jaar oud was, heb ik de keuze gemaakt om bij mijn papa te gaan wonen. Mijn papa was toen al een paar jaar vrij uit de gevangenis. En hij zei wel vaak: als het niet zo goed gaat thuis, kom maar hier wonen. En voor mij was dat bijna een bevrijding. Ik had gewoon een kans om weg te gaan. Ik ben na school niet meer naar huis gegaan. En ik ben samen met mijn papa naar de politie geweest van: kijk, dit speelt zich af. En die hebben toen eigenlijk ook gezegd van: als mama beslist dat ze terug moet komen, moest ze terugkomen. Maar ze heeft nooit gezegd dat ik terug moest komen. Dus ben ik ook nooit teruggegaan. Kimberly's vader probeert de stabiliteit en christelijke waarden bij te brengen. Al was dat in haar puberteit niet echt gemakkelijk. Dus ik was 9 jaar toen ik hem echt kon leren kennen en dan heb je dat fundament niet. Dus ondanks het feit dat dat fundament er niet was, voelde ik me wel altijd veilig bij hem, omdat hij ons wel altijd op de eerste plaats heeft gezet op de momenten dat hij kon. Maar om een duur begon dat dan toch wat te escaleren, dat hij merkte dat ik op een bepaald moment toch niet om 3 uur thuis was, of dat ik echt heel dronken thuis kwam. Dat ik ook wel vaak vertelde van nieuwe vriendjes. De ene week die en de andere week die. En hij was wel heel bezorgd. En ik weet nog, ik was daar heel kwaad om. Maar ik weet nog dat mijn papa ooit gezegd heeft: je wordt nog eens gelijk je moeder. Ook in zijn gekwetstheid. Omdat hij heeft gezien dat zij ook van de ene man naar de andere was. Zijn angst dat ik dat ook zou doen. En dat was ook wel gewoon. Omdat dat is wat ik kende en wat dat voor mij normaal was. Ja, hij was toch wel heel erg bang voor wat er ging gebeuren. Ik had terug een nieuwe vriend. Ook iemand die een drugsprobleem had. En hij had dat wel direct gezien. Ik had dat niet door. Maar hij heeft daar natuurlijk kennis van. Dus hij had die jongen ontmoet. En hij zag wel dat dat een verkeerd type was. En er was dan een moment dat mijn papa op weekend weg was. Dat ik alleen thuis was. En hij had mij verboden om op stap te gaan. We hadden toen nog geen FaceTime en zo van die dingen. Dus zijn manier om te controleren of ik thuis was, was om naar de vaste lijn te bellen om 22:00 's avonds. En dan moest ik oppakken.
En hij had gebeld om 10 uur en ik leg de telefoon dicht en ik vertrek. Ja, uiteindelijk is dat toch uitgekomen. En dan was het voor hem genoeg. En dan zei hij ook dat ik een maand huisarrest had. Mijn papa die ging toen naar een kerk in Gent, een heel kleine kerk, een familiale kerk. Dus ik mocht alleen nog maar gaan werken. En op zondag kon ik dan meegaan naar de kerk. En op zaterdagavonden mocht ik naar de jeugddiensten gaan. Dat waren fijne mensen. En ook stabiele mensen. En we werden lief ontvangen. Er waren heel veel jongeren van mijn leeftijd waar ik ook meteen aansluiting bij vond. Dus ik voelde mij daar wel gewoon welkom. De wekelijkse bijeenkomst met de jeugdgroep zorgde voor diepgaande gesprekken met haar vader. Toch bleef één vraag onbeantwoord. Als er een God bestaat, waarom heb ik dan zoveel vreselijke dingen meegemaakt? Haar vader gaf raad. In ons gesprek dat zei hij op een bepaald moment tegen mij van Kimmel, maar wat heb je te verliezen? Misschien moet je toch wel gewoon vragen aan God of dat hij wel of niet bestaat. En als hij zichzelf aan u laat zien, dan gaat uw leven nooit meer hetzelfde zijn. Dan gaat u dat gewoon veranderen. Dan had ik mij even teruggetrokken en echt gebeden naar God toe van als jij wel bestaat, dan wil ik u wel zien. Dan wil ik wel ergens een bewijs of een teken of maakt niet uit wat, maar dan wil ik wel dat je dat duidelijk maakt. Op een bepaald moment gingen we een kerk bezoeken. Ik denk dat er toch enkele honderden mensen aanwezig waren. Ik wandelde daar niet binnen als dochter van ex-drugsverslaafde of dochter van iemand die in de gevangenis heeft gezeten of een beschadigd meisje. Want uiteindelijk is dat wel iets wat ik altijd heb gevoeld, dat mensen mij associeerden niet van wie dat ik ben, maar wie dat mijn ouders zijn. Ik was nog niet echt thuis in de kerk. Dus ik ging maar gewoon mee met wat dat al de rest deed. Dus ik ging ook naar voren. Het was toch wel een hele grote groep. En ja, die predikant die begon gewoon voor mensen te bidden en woorden van bemoediging uit te spreken. En op een bepaald moment was alles klaar. En ik dacht, ik ga terug naar mijn stoel. Het is klaar. En hij stopte mij. En hij zei van, wacht, loop niet weg. Stop met wat je aan het doen bent, want je hebt gevonden waar je naar op zoek bent. En voor mij was dat mijn teken van God. Ik heb nooit drugs gebruikt, maar ik heb wel veel gedronken. Zelf tot een punt dat mijn papa om een duur dacht dat ik een alcoholprobleem had of zo. Hè. Maar we gingen gewoon altijd op stap. Ik ging altijd samen met mijn nicht, maar een vriend. We reden altijd samen in de auto, want ik had geen rijbewijs. Ja, op een bepaald moment staan we terug op punt om van de danscafé naar huis te gaan. We hadden veel te veel gedronken. En ze stappen in de auto. En ik sta op punt om de achterdeuren open te doen. En ik krijg een heel sterke ingeving. Een heel sterk gevoel of idee dat in me opkwam. Stap niet in. En ik weet nog dat ze wegreden en dat ik echt zei, die gaan een ongeluk hebben. En een paar uur later kreeg ik telefoon van mijn nicht dat ze een ongeluk hadden gehad. En zij waren oké naar omstandigheden, maar de achterkant van de auto was volledig afgescheurd van de voorkant en daar zou ik gezeten hebben. Ja, dat was toch voor mij wel echt Gods redding geweest. Ik heb nog nooit Gods stem gehoord, letterlijk of zo. Hè. Maar het eerste dat ik toen heb gedaan, is echt op mijn knieën gegaan. Echt letterlijk op mijn knieën gegaan.
En dan heb ik gehuild en dan zei ik tegen God van als jij aan mij denkt op een moment dat ik niet aan u denk, dan wil ik mijn leven voor u leven. Op het moment dat ik voor mezelf spreek van een bekering, is dat ik echt ervan overtuigd was dat hij mij graag ziet. En dat ik daardoor, door het gevoel dat ik daarvan krijg, gewoon niet anders kan dan het anders te gaan doen. Dus het moment waarvan dat ik echt bekeerd ben, was niet omdat ik wou vluchten of omdat ik het anders wou, maar omdat ik echt besefte dat samen met God het anders kon. Kimberly kreeg honger naar de informatie over de Bijbel. Zo besloot ze naar een Brusselse Bijbelschool te gaan. En dat veranderde haar leven. Ik ben daar heel fel geconfronteerd geweest met mijn gebrokenheid. Mijn wonden die ik heb opgelopen in die jaren. Terwijl ik dacht dat alles gewoon oké was. Dat alles gewoon goed was. En ik ben daar toch wel enorm van mijn roze wolk gedonderd. Ik wou dat helemaal niet. Ik wou niet dat die mensen wisten van waar dat ik vandaan kwam. En dan weet ik nog dat ik vanaf die dag, maandag of dinsdag, tot donderdag geweend heb. Echt geweend uit schaamte, omdat ik dat helemaal niet wou delen. Iedereen deed zijn verhaal en ik wou absoluut als laatste. En ik was altijd aan het wenen. En het enige dat ik gezegd kon krijgen is, mijn ouders zijn drugsverslaafden. En ik kreeg niet meer gezegd dan dat. En dan kwamen ze bij mij en ze zeiden, Kimberly, is het dat? Is dat waar dat jij je zo verschaamt? Van, dat zei jij toch niet? En ik denk dat daar mijn herstel begonnen is. Is beseffen dat ik mij niet moest schamen. Ik denk, ondanks het feit dat ik in die periode God echt wel heb mogen ervaren en heb mogen leren kennen, ging dat ook samen met boosheid. En ik geloof ook wel dat ik toen boos mocht zijn op God, hè? Want nu was het voor mij duidelijk, was ervan overtuigd dat God bestaat. En dan was ik heel boos op hem, want dan dacht ik, waar was hij dan? Waar was God? Want als hij er vandaag is, dan was hij er toen ook. En waar was hij dan toen dat ik als klein kind die beschermd werd? Hè, waarom heeft hij dan niet ingegrepen? Waarom heeft hij die met een bliksemschicht, weet ik veel wat. Ik weet dat ik toen echt heel, heel boos was op God. Waar was God? Haar aanstaande echtgenoot kwam naar haar toe met de bemoedigende woorden. Hij had echt het idee dat hij mocht zeggen tegen mij dat God er altijd geweest is. En ondanks het feit dat hij dat niet heeft kunnen ingrijpen, gelijk hoe dat ik daar wou, dat hij er wel gewoon was. En dat hij al mijn tranen gezien heeft. En dat hij ze niet alleen gezien heeft, maar dat hij ze ook opgevangen heeft. En dat hij ook al mijn tranen bewaard heeft. En dat hij die tranen gebruikt om mij te verfrissen, te wassen. En dat hij op die manier ook gewoon iets nieuws ga starten met alles wat ik heb meegemaakt. Ja, het is gewoon heel mooi om te zien, om mijn leven nu te zien. Ik ben daar heel dankbaar voor dat ik mijn kinderen mag hebben, dat ik een goede mama mag zijn, dat Bart een goede papa is, dat wij van elkaar houden en dat er geen slaande ruzie is, dat ik mij veilig mag voelen. En
ook tijdens ons huwelijk heb ik ook gewoon geleerd om te zijn wie dat ik ben. En dat ik oké ben. En ondanks alles dat ik geliefd ben. En dat is gewoon een heel, dat geeft mij heel veel rust van binnen. Dat ik niks moet. En dat ik oké ben. Ja. Melancholiek, denk ik, aan lang geleden. Aan jou, mijn kind, mijn trots, mijn levenslijn. Ik wil dat je weet, ik heb je nooit echt verlaten. Je blijft mijn kracht. En op dat moment kwam de herinnering terug naar mij op dat mijn mama dat ook altijd deed. Mijn mama die kwam elke nacht, zelfs tot vervelend toe dat we er wakker van werden. Mijn mama kwam elke avond ons kamer binnen om te kijken of we oké waren. En op dat moment heb ik mijn mama vergeven, want op dat moment wist ik dat ze ook maar gedaan heeft wat dat zij kon. Tegen je zeg, als je wil, hou ik naast jou de wacht, als je wil. Laat je maar bij mij vannacht. Laat het licht aan op de gang, dus wees niet bang, papa is hier. Als je wil, hou ik naast jou de wacht. Als je wil, slaap je maar bij mij vannacht. Sluit je oogjes maar gauw, ik ben bij jou. Papa is hier. En als de pijn me te ondraaglijk wordt, als ik ween om jou, mijn kind, sluit ik mij. Of ik zing, zing over jou, over mijn groot verdriet. In een simpel lied vraag ik de Heer om over jou te waken. Want als je wil, hou ik naast jou de wacht, als je wil. Slaap je maar bij mij vannacht. Ik laat het licht aan op de gang, dus wees niet bang, papa is hier. Oh, als je wil, hou ik naast jou de wacht, als je wil. Slaap je maar bij mij vannacht. Sluit je oogjes maar gauw, ik ben bij jou, papa is hier. Als je wil, hou ik naast jou de wacht. Als je wil, slaap je maar bij mij vannacht. Ik laat het licht aan op de gang, dus wees niet bang, papa is hier. Sluit je oogjes maar gauw, ik ben bij jou. Papa is hier.